Vandaag de dag heb je zo, het altijd twee gsm opstaan en is het altijd bereikbaar enzovoort. En als je op een zeilboot zit, is dat zo, alles valt zo van je af. Dat klinkt misschien wel raar, maar dat is echt iets dat je met niet veel dingen hebt. Ja, als je dan op zee zit, dan is dat met een blik op oneindig genieten van En toen is het goed dat je geen begrenzingen ziet, dat je een keer in het oneindige kunt kijken. Dat geeft toch een veel ruimer zicht op het leven dan dat je tussen muren en allemaal strikke lijnen ziet en dergelijke. Dat is een microap, autosport in mijn ogen, dat is gewoon een microap. Ik nog denken dat ik erom begonnen zijn. Ja, dat was dromen van een boot, hè? Dan zag je die allemaal liggen en dan met je wapen. Dat hè? Oh, dat zou ik wel willen. Oh joh, maar ik zou dan eerder dan die kiezen. Weer informatie is nogthans heel belangrijk voor de watersport. Dat vragen we het best aan Paul van Tongerlo. Paul, waarvoor is bij u meteo zo belangrijk? Wel, op de eerste plaats dus voor de veiligheid. En op de tweede plaats dus voor te weten van waar de wind gaat komen, om daar dus de tactiek op te bouwen. Als het stormt, dan moet je realiseren dat de natuurkracht veel sterker is als je. 1979 wordt een zwarte bladzijde in de watersport. De opgezwiepte zee, winden met orkaankracht, eisen hun tol. Schepen en mensenlevens gaan verloren. Paul van Tongerlo zit er middenin. Dat is niet meer zelf, dat is vechten voor het leven. Hè. Dan moet niet de grote Jan willen uithangen. Want de grote Jan, dat is de zee, hè. Niet gijs. Dat is de zee. En daar mag je niet tegenin gaan. On pourrait penser à une reconstitution historique, celle de cette époque de splendeur où Sir Thomas Lipton et son équipage dévalaient le Solent à bord de Shamrock 4. Non. Vous êtes ici à bord du First 51, le plus grand voilier de la gamme Beneteau. Un véritable navire amiral, la volonté réalisée de la perfection sur mer. Je krijgt altijd dingen kapot, maar vandaag de dag kunnen we materialen en schepen maken die zo goed als alles aan kunnen. Voor het grootste deel zijn wij baas over de natuur momenteel. Dat wil niet zeggen dat je daarvoor die respect niet kunt hebben, dat we daar zijn op dat punt. Met een zeilboot heb je dan wel dat respect voor de natuur en merkte dat daar nog altijd wel kracht in schuilt. La silhouette du First 51 est déjà légendaire. Elle est le parfait symbole de la puissance alliée à la finesse. La puissance d'une coque qui taille la mer dans une impeccable trajectoire. La finesse d'une étrave qui joue véritablement avec l'eau. Ce premier choix fondamental, passer de la construction en bois au polyester, Annette Roux a dû le faire à l'âge de 21 ans, lorsqu'elle a repris la marche des chantiers Beneteau. Et qu'est-ce qui a vraiment donné le développement à la plaisance? Ça a été deux facteurs. Premièrement, un nouveau matériau, le polyester, qui a permis de faire les bateaux en série, donc d'en abaisser les coûts. Et deuxièmement, cette montée du pouvoir d'achat nous a été extrêmement favorable. Si le bateau de pêche classique en bois était mort, il y avait la plaisance qui commençait juste. Donc la réaction de la troisième génération, ça a été de dire « ne nous épuisons pas ». Sur ce qui est fini, mais par contre, puisqu'il y a ce créneau qui part et dans lequel on voyait quand même un très grand avenir, alors là, allons-y à fond. Tweede Belg Staffer Sluis, 47, een scheepsbouwer uit Oostende. Hij bouwde zijn eerste boot toen hij 17 was. Hij heeft 4 jaar lang gewerkt aan zijn Typhoon 5. En je bouwt die boot dan in hout? Ja, in hout, omdat hout nog altijd de beste materiaal is. Ik kan het me niet permitteren om een boot te bouwen die maar een paar jaar meegaat. Het is een hobby, het is een sport en misschien is de passie om op zee te zijn. Ja, dat is moeilijk uit te leggen.
Het is een hele sterke drug feitelijk, maar een gezonde. Maar in de watersport moeten we toch een echte onderscheid maken tussen iemand die het financieel echt kan en die dikwijls een boot koopt uit voor een uitstraling, een bepaalde uitstraling, want we moeten dat niet ontkennen. Een boot, dat heeft iets. Het gaat over misschien dezelfde boot die aan de Côte d'Azur ligt en degene die hier ligt. Maar hier moet er zelf aan werken. Dat is ook die watersportliefhebber. Maar dan deze is misschien in hart en nieren. En dan die aan de Côte d'Azur, die gebruikt het als een relatie. Op de markt zijn zij ook voor een groot deel de kopers wel. Dus daar moet ook rekening mee gehouden worden. Maar... C'est stupéfiant, par contre, parfois de voir qu'on vend plus facilement un bateau de 10 millions qu'un bateau de 500 000 euros. Mais c'est la vie aujourd'hui et on n'a qu'un seul devoir, s'adapter en permanence. Dat is niet echt de sport natuurlijk, hè. Maar dat is ook zeilen, dat is ook wat meer vakantie dan en rust, zal ik maar zeggen. Maar dat is niet het zeilen dat ik ken en waar ik voor sta. Als ik zou moeten kort omschrijven, dan vind ik dat type boten mensen die toch een bepaalde droom hebben over iets, die toch kunnen waarmaken. Ik vind dat die boten heel belangrijk zijn om mensen zoals wij vertrouwen te geven dat dat toch iets voor u is. Ja, wij hoeven niet te kennen hoe dat je zeilen moet trimmen tot in het oneindige en weet ik veel hoe en welke lijntjes dat je er allemaal voor moet. Dat doen onze kinderen wel. Die doen dat wel en dan leren we daar iets van. Maar dat is onze ambitie niet. Jij kunt er zo diep in gaan als je wilt. Ik denk dat dat iets is waar je altijd over kunt bij blijven leren. En sommige mensen vinden het gewoon gezellig om eens in de zomer voor een weekje weg te gaan en een wijntje te drinken. En anderen willen heel hun boot leren kennen van binnen en van buiten. Dus er is een groot verschil in. Ik denk in veel gevallen dat ze zoiets de bulldozer in duwen. En gedaan. Ja. Nou ja, dat is een oude hangar. Nu zou dat een nieuwe hangar moeten zijn met een deur in. Ja, met kasketten de deur open te doen. Hè? Vroeger deed ik het onderhoud natuurlijk graag. Omdat dat ook een beetje de technieken ervan zijn. Nu. Mag ik niks meer doen van mijn vrouw. Dus hè, ons midi zei, en jij blijft eraf, want je maakt je veel te moe. Maar ook de laatste keer werden niet goed. Dan zei ik voel me niet goed, ik moet gaan zitten. Dat is niet de bedoeling van de boot nu nog. Op uw leeftijd moeten we energie sparen, moeten zeilen, maar niet voor eraan te werken. Ja. Het is de fysieke toestand, de ouderdom, die je dat zal afbouwen. Op een bepaald moment kun je er niet meer onder kruipen en dan ga je het moeten laten doen. En op de duur moet je dus stoppen. Het is heel je leven geweest. Die watersportmicroop die zal er altijd zijn, hè. Dan ook. Maar als je die niet meer kunt koesteren, voor ons denk ik dat dat echt in een gat vallen is dan. Met dat ik eigenlijk dan een zeer slecht zicht heb gekregen, kon ik het niet meer. En, ik heb mij dan ook voorgenomen van eigenlijk met te stoppen. Het interesseert me nog altijd enorm, maar doen niet meer omdat je voelt dat je het niet meer kunt. En niet dat je niet meer kunt in het leven, dat moet je mijden.
Nu moet het stilke dan stoppen. Stoppen van veranderen. Of waar gaan we doen? Toch wel als niet.